De World Darts Trophy, de International Darts League en de Winmar World Masters. Maar hij zoekt naar die eerste titel. Hij staat in de halve finale. Kan die beter? 85. O'Shea stond op dit toernooi al 3 keer eerder in de halve finale. Het is voor hem dus niets vreemd om hier te staan. 2002, 2003 en in 2008 haalde O'Shea hier de halve finales, maar telkens verloor hij. In 2002 en 2003 verloor hij van Mervyn King. En in 2008 was Scott Waites te sterk voor O'Shea. Maar misschien dat dit wel zijn jaar is. Hij heeft een betrekkelijk eenvoudige kwartfinale achter de rug tegen Ted Henke. Won hij met 3-0 zonder veel tegenstand. En Montgomery, die de eerste 180 in ieder geval van de partij laat aantekenen. Montgomery had het een stuk lastiger met Stuart Kellett. Kellett kwam 2-0 in sets voor in die partij. Montgomery moest heel diep gaan om die partij uiteindelijk nog met 3-2 te winnen. Montgomery naar dubbel 18 toe om wel de eerste leg te pakken. Net aan de binnenkant. Dubbel 9 voor Montgomery, niet gegooid. 1 dubbel 4. Die gooit hij wel. En zo pakt Ross Montgomery in ieder geval de eerste leg. We spelen in de halve finale nog altijd best of 5 sets. Dus de eerste die 3 sets wint, mag zich overwinnaar noemen. O'Shea mikt precies in het begin van de tweede leg. 3 keer een triple 20. Maar kijk, Montgomery zit er vlak achteraan meteen weer. En wat heet? Ook een 180 voor Ross Montgomery. En zo gaan de heren gelijk op. Het spektakel kan beginnen, mannen. Triple 20 weer voor O'Shea. Kijk, dit kan een prettig partijtje worden zo. Het is een feit dat vaak klopt. Als je niet al te beste kwartfinales hebt gehad, en dat hebben we niet, we hebben niet echt goede wedstrijden gehad, dan zijn de halve finales vaak om je vingers bij af te likken. En laten we ons daar ook maar aan vasthouden. Dat we 2 prachtige halve finales krijgen. '81 voor O'Shea. Triple 19, niet gegooid. 12 en bullseye. Of triple 12 en dubbel 13 natuurlijk. Hatsiki idee. Tony O'Shea maakt er 1-1 van. En het leeft nu al deze wedstrijd. Wordt goed gespeeld. Het publiek zit er meteen in. Kijk, Montgomery weer. Hup, 2 trippels. Hup, 3 trippels. Het is de derde leg op rij dat Montgomery in 180 gooit. En daar is O'Shea alweer. 140. Joey ten Berge. Ook hij is gewoon gebleven natuurlijk om te kijken naar de verrichtingen van de andere spelers. 40. 60. Rob Butler is de scheidsrechter voor deze eerste halve finale. 100. De triples worden makkelijk gevonden tot nu toe in deze partij. Wat heet, 5 keer 180 hebben we al gehad en we zijn nog geen 3 legs onderweg. 141 voor O'Shea. Triple 20 is goed. Triple 19. Die zit er net niet in.
Dus 89. Montgomery op 61. Russia requires 61. Enkele bol. En dubbel 18. Het eerste foutje. Het eerste foutje wordt gemaakt door Montgomery. Die mist twee darts op de dubbel. O'Shea krijgt er ook twee. Op dubbel 16. En O'Shea maakt geen fout en pakt dus de 2-1 voorsprong. Twee keer 100 voor O'Shea. In de leg die hem de eerste set kan opleveren. 100. Hoe goed zet O'Shea hem weg? Hoe goed is de finish die hij overlaat na deze drie darts? Laat hij wel een finish over na deze drie darts? Nee, dat doet hij niet. Dan krijgt Montgomery de kans. Als hij 140 gooit, houdt hij een goede finish over Montgomery. En zoiets heeft hij ook wel nodig. 100 is een finish, maar is een lastige. Dus O'Shea nog altijd de favoriet voor deze leg. Nu zeker. 140 laat 41 over. Montgomery op 150. Triple 20 is goed. Zit er mooi in. Is best nog plaats voor nog een triple 20. Plaats was er. En vond ze niet. En dus terug naar O'Shea. 9 dubbel 16. Hij is nog foutloos, deze partij O'Shea. Dubbel 8. En O'Shea blijft foutloos in deze partij. En zo pakt Tony O'Shea de eerste set met 3. Darts van Ross Montgomery. 85. Korte darts. Wat dikkere barrels. O'Shea met de wat langere darts. U ziet de langere shafts, de dunne barrel. 100. Nee, al jaren met dezelfde soort darts, Tony O'Shea. 480 voor Ross Montgomery. Die, het moet gezegd worden, zijn status als nummer 1 van de plaatsingslijst best maar maakt tot nu toe in het toernooi. 73. Ross, you require 136. Wat echt een moeilijke pool, Ross Montgomery met Tony West en Big Bad John Henderson. 43. Van die pool door, won toen ook nog van Stuart Kellett, toch de nummer 2 van de wereld op dit moment. En staat nu dus in die halve finale tegen O'Shea. O'Shea, triple 19, goed, triple 16, ook raak, dubbel 12. O'Shea van 129, finish.
Hij is echt foutloos tot nu toe, Tony O'Shea. Jongen, wat maakt Tony O'Shea hier een indruk? En dan lijkt het erop alsof Niels de Ruiter, in tegenstelling tot vorig jaar toen hij helemaal niets goed kon voorspellen, dit jaar misschien wel goed gaat hebben met O'Shea. Maar de weg is nog lang. En we hebben het al gezien in de kwartfinale met Montgomery. Toen kwam hij 2-0 in sets achter. Maar hij panikeerde niet. Bleef gewoon zijn ding doen. En uiteindelijk kwam hij als winnaar van het podium af. Het is natuurlijk wel voor Montgomery de eerste keer in zijn carrière dit, dat hij de halve finale van het tv-toernooi haalt. 100. En Willy van der Wiel. Een van de Nederlanders die mee heeft gedaan aan dit toernooi. En het is niet echt het toernooi van de Nederlanders gebleken tot nu toe. Zeker niet bij de heren. Bij de dames zouden we nog een prachtig toetje kunnen krijgen. Want we krijgen nog een Nederlandse in de finale. Frances Hoenselaar. Zij zal het later vanmiddag gaan opnemen tegen Trina Culliver. Haar eeuwige rivale. Goede leek hoor van Ross Montgomery. In het 12 darts keurig op dubbel 12 staat. En zo de tweede lek kan binnen gaan slepen. Doet hij dat ook? Ja, dat doet hij ook. Keurig gelijk van Ross Montgomery in 13 darts. Maakt hier 1-1 van. Nee. Hey, je zou toch zeggen bij Butler inmiddels dat hij eens wat vaker kijkt bij de scores wat er gegooid wordt. Hij staat vrij ver van het bord af, Butler. En als er dan twee darts zoals nu in het bord zitten en er komt er één links van, dan ziet hij gewoon niet waar hij terecht komt. Dan moet je dus even voorover buigen en kijken waar die dart belandt. Montgomery heeft de initiatief in deze leg gepakt. 24. Althans, dat had hij even gepakt. Maar deze 24 score zorgt ervoor dat hij het weer teruggeeft aan O'Shea. De 100 is minder dan O'Shea had gewild. Ja, Montgomery, 24 dan 60. Win je ook de oorlog niet mee, 141 voor O'Shea. Triple 20. Nee. Dus hij gaat niet uit, O'Shea. Dan is daar de kans dus voor Montgomery. Die al 4 keer 180 heeft gegooid, dus weet wat het is om triples 20 te gooien. Dit is dan net in het hoekje van de triple 5. Dat is wel een triple 20, 92. Min 15 is 77. 90. Tony required 81. Belangrijke finish voor O'Shea. In zijn set triple 19. Die is raak. Dubbel 12. Dubbel 6. 1 pijl. Hij blijft de belangrijke finishes gooien. Tony O'Shea. En daar herken je de mensen in vorm altijd aan. En hij is in vorm hoor, Tony O'Shea. Speelde op donderdagavond, voordat hij hier naar Egmond aan Zee kwam, nog een groot demonstratietoernooi in Engeland. In Batley was dat, in het noorden van Engeland. En daar
won O'Shea. En daar deden toch best wel aardige namen aan mee. Wat te denken van Simon Whitlock, Dennis Priestley, Raymond van Barneveld, James Wade, Adrian Lewis. Kortom, de crème de la crème van de dartsport was daar zo'n beetje bij aanwezig. Het was deze Tony O'Shea die won daar zo. Het was een prachtig demonstratietoernooi waar ik zelf ook een keer bij aanwezig ben geweest. Het wordt gehouden in een oude theaterzaal waar zo'n 1400-1500 man in kan. Het zit altijd stampvol. En dan komen er 8 grote darters een galaavond verzorgen. En dat is een spektakel, kan ik u verzekeren. Ja, Montgomery, die had hij ook wel nodig. 116 staat er nog voor hem. Wat doet O'Shea? 180, dan laat je tops over. Dan zet je alle druk op Montgomery. Dit is 2 trippels, dit is geen 3 trippels. Maar goed, 80 over, Montgomery op 116. Om in de set te blijven, triple 20. Nee, oeh, naast de 20, dan is de kans weg. En dan krijgt O'Shea hier een uitgelezen mogelijkheid om de tweede set binnen te pakken. Triple 20 en dubbel 10. Een enkele 20 en tops. Het is niet de favoriete dubbel 16. Maar, nee, dus ook niet. Montgomery voor 76. Triple 20 voor hem ook. Die gooit hij wel. Dubbel 8 voor Montgomery. Ja, ja, goede finish van Ross Montgomery. En hij maakt er 2-2 van. En zo gaan we een 5e en beslissende leg spelen. Wel de leg die O'Shea gaat beginnen. Het is een matig begin van O'Shea. Daar liggen kansen meteen al in het begin van de leg voor Montgomery. Derde 180 voor O'Shea in deze wedstrijd. En dat zet hem net voor Montgomery, die onderweg was naar een hele goede leg. 121 om de set te pakken. Triple 20 is goed. Triple 11 of een enkele. Het is een enkele 11 voor Bullseye. Oh, prachtige finish van Ross Montgomery. Die in 12 darts de leg van Tony O'Shea afsnoept. En dus hebben we een echte wedstrijd te pakken. Kijk eens naar de statistieken. Hoe dicht kan het bij elkaar zitten? Montgomery 11 keer 100, 8 keer 140 en 4 keer 180. O'Shea zit daar vlakbij in de buurt. 10 keer 100, ook 8 keer 140 en 3 keer 180. En het blijkt een heel mooi schouwspel te gaan worden. O'Shea die in het begin van de partij foutloos was. En dat eigenlijk nog steeds is, alleen Montgomery is nog een stukje beter gaan gooien. Zeker aan het einde van die vorige set. 140.
43. Montgomery is op 120 aangeland. Een triple 20, een enkele 20 en tops. Maar hij mist de hele 20. Dat we meer zien doen in deze wedstrijd. Op een vergelijkbare finish. Dus geeft hij de kans aan O'Shea. Triple 16. Niet gegooid. 16 voor dubbel 16. Altijd naar die dubbel 16 O'Shea. Die heeft hij het liefst. 32. We misten hem deze keer wel. En dan kan Montgomery toch zijn eigen leg weer behouden. En dat is toch cruciaal in dit soort wedstrijden. 16 en tops. Tops voor Montgomery. En de 1-0 voorsprong. Nee, kan ook missen. En dan krijgen we O'Shea terug aan de hockey. Voor de dubbel 16. Ja, midden in het groen. Dus de 1-0 voorsprong. En hij mag zelf de tweede leg gaan beginnen. Dus de break op Montgomery heeft hij te pakken. We zetten een horizontale streep voor Montgomery. En dat betekent dat de vijfde 180 is voor Montgomery al in deze wedstrijd. Ja, prachtig. Een 180 ook voor O'Shea. Het is zijn vierde en de mannen bieden tegen elkaar op. Alsof het een wedstrijdje is in wie de meeste triples kan gooien. En je merkt ook meteen dat als je dit niveau haalt op het podium, dat het publiek zich er ook mee gaat bemoeien. En dat is wat darten natuurlijk zo mooi maakt. De combinatie tussen prachtige spelers en een goed publiek. 161 voor O'Shea. Triple 20 is goed. Triple 17. Net daarboven. En dan mag Montgomery weer. Rossi required 145. 90. Het is niet de eerste keer in de wedstrijd dat O'Shea op 64 staat. Triple 16 en dubbel 8. Nog een enkele 16 voor dubbel 16. Mist hem weer. Net als in de vorige leg. Toen liet Montgomery hem terugkomen. Doet Montgomery dat nu weer? Nee, dat doet Montgomery nu niet. Nu gooit hij de dubbel 20 wel uit. En zo staan er allemaal eentjes op het scorebord. 1-1 sets en 1-1 in legs. One hundred and forty. 140ers achter elkaar voor beide mannen. Zo
Ze maken er een prachtig schouwspel van, deze twee, de Schot en de Engelsman. 45. O'Shea nu met het initiatief. Die 45 scoren van Montgomery. 100. O'Shea profiteert met 100. En dan weet Montgomery dat hij ook een goede score moet gooien nu. In ieder geval een triple, toch? Ja, pakt hij met de laatste dart. 100. O'Shea voor 121. Triple 20 voor Silverback is raak. 11. En Bullseye. Nee. Nu, die zit er ver vandaan. Montgomery op 116. Om de eigen lek te houden. Triple 20. Ja, die is goed. 16. Geen probleem. En dan tops. Oeh. 76. Tony required 47. 15 dubbel 16 voor O'Shea. 15 daar en dubbel 16. Ja. En zo komt Tony O'Shea voor de derde keer in deze partij in een set met 2-1 legs voor. De eerste set maakt hij er 3-1 van. In de tweede set wist Montgomery terug te komen en die set nog te pakken met 3-2. 100. Een slechte score van O'Shea en meteen is daar weer Montgomery om ervan te profiteren. Het is mooi om te zien hoe beide mannen loeren en wachten op het foutje van de tegenstander. 140. Dat is een grote fout. Geen finish overgelaten. Montgomery wel 161 en daar heeft hij 6 darts voor. Triple 20 is goed. Triple 17 niet. Maar als hij triple 20 teruggooit en dat doet hij, dan laat hij wel dubbel 12 over. En zo gaat het in deze set tot nu toe allemaal tegen de darts in. Alle drie de legs tot nu toe waren al tegen de darts. 100. En Montgomery kan daar 4 uit 4 van maken. En Montgomery maakt daar 4 uit 4 van. En dan gaan we een vijfde en beslissende leg spelen. In de tweede set deden we dat ook. Toen mocht O'Shea hem beginnen en won Montgomery hem. Nu mag Montgomery hem zelf beginnen. En lijkt hij vastbesloten om hem weer te pakken. Staat hij dan goed te spelen tot nu toe vandaag? Ross Montgomery. Al zo'n hele moeilijke wedstrijd achter de rug tegen Kellett. Daar kwam hij uiteindelijk uit. En ook O'Shea begon natuurlijk als een razende aan deze wedstrijd. Maar Montgomery blijft gewoon gooien, blijft gewoon spelen. En zo langzamerhand lijkt hij de bovenliggende partij te gaan worden. 100. Ross, you require 96. 96 voor Montgomery. Om de set te pakken. Triple 19 en dubbel 18. Dubbel 18. Hij heeft er alle tijd voor. Maar hij neemt niet alle tijd. Hij gooit hem gewoon met de eerste pijl.
En zo komt Ross Montgomery met 2-1 voor in sets. De 580 voor Tony O'Shea. En het blijft een mooie partij van hoog niveau van beide heren. Het is nog heel moeilijk om te voorspellen wie de wedstrijd gaat winnen. 45. Wat je tot nu toe wel kan zeggen is dat Montgomery de wat meer constante van de twee is. Hij zit zelden of nooit buiten de 20. Gooit de triples erbij. En waar O'Shea nog wel eens een wat mindere score heeft. Er is nog niets aan de hand voor Silverback. Dit is zijn set. Dit is zijn leg. Als hij gewoon zijn eigen legs houdt, dan pakt hij deze set en wordt het 2-2 in sets. Wel trusten. Het zijn korte nachten in Egmond. 139. Tony required 95. Bullseye voor O'Shea. 70. Hij mist de bullseye en dan krijgt Montgomery hier de kans om O'Shea te breken. Triple 10 niet gegooid. Waar gaat hij heen? 12 en tops. Tops voor Montgomery. En de break in set 4. Pakt hij niet. 22. Turning required 25. O'Shea dan voor 9 en dubbel 8. Hij moet zijn eigen lek houden. En hij houdt zijn eigen lek. Het kost wat moeite bij O'Shea, maar dit lukt hem dan wel. Overigens, tot nu toe degene die de eerste lek in een set heeft gewonnen. Die verloor die set altijd. De eerste set won Montgomery de eerste leg. Die set ging naar O'Shea. In set 2 en 3 won O'Shea de eerste leg. En die set ging telkens naar Montgomery. Toch heeft O'Shea het aangedurfd om de eerste leg te winnen. Hij won dit jaar de British Classic, deze Ross Montgomery. Dat deed hij in 2008 ook al een keer. Naast de British Classic won hij in het verleden ook al eens een keer de England Open in 2008 en de Welsh Open in 2009. Hij stond in de kwartfinale van de Zuiderduin Masters vorig jaar. En hij stond in 2008... in de kwartfinale van de Winmar World Masters. Maar een halve finale haalde hij nog nooit de schot. En nu kan hij wel eens onderweg gaan naar een finale. 145. Het ziet er heel solide uit wat Montgomery doet. Ja, pech met de bullseye. Wilde een enkele boel hebben. Ja, dat blijft altijd een beetje een geluksshot. Want hoe kun je mikken op een enkele boel? Het is bijna niet mogelijk. 100. Russia required 15. 15 voor Montgomery. 7 en dubbel 4. Hij kan het zich voorloven, een missertje. Met O'Shea nog niet op een finish. O'Shea nu wel op een finish, dus 85. Zal Montgomery hem nu wel moeten gooien. Dubbel 2. Oeh, die zit er lastig voor. Kan die daar langskomen? Nee, die zit er echt lastig voor. Kan die daar langskomen? Hij kan er wel langskomen, maar niet in de dubbel 2. En hier geeft die O'Shea toch een echte kans. Boel voor O'Shea. Is goed.
16. En hij zit daar lekker voor, hoor, die bullseye. Zo er tegenaan, tegen die eerste. En dan, oh, glijdt hij erin, wilde ik zeggen. 57. Maar dat lukt net niet. Montgomery op dubbel 1. Geen verdediging mogelijk. Erin of erboven? Eronder is verkeerd. Nu erin dan. Nee, hij zet ze alle drie op het ijzerdraad. Dan komt O'Shea terug voor dubbel 17. Hij kiest voor 2, dubbel 16. Maar ook O'Shea mist. Ja, we zitten toch een beetje in de beslissende fase van de wedstrijd. Komt O'Shea nog terug? Of gaat Montgomery doordrukken? Dubbel 1. Binnenkant. En dat is niet goed. Montgomery geeft O'Shea werkelijk alle kans om terug te komen. En als je O'Shea genoeg kansen geeft, dan pakt hij hem uiteindelijk natuurlijk wel. Maar het gaat zeker niet gemakkelijk bij O'Shea. Zo makkelijk als het in het begin van de partij ging, zo moeizaam gaat het nu. Maar deze darts in het begin van de partij allemaal in de triple zaten, zitten ze er nu allemaal onder. En kijk eens ook naar het zweet op het voorhoofd van O'Shea. Dat gutst er werkelijk uit. En daar heeft Montgomery toch een stuk minder last van. Iedere twee worpen zo'n beetje is O'Shea het voorhoofd aan het afvegen. Maar hij kan het niet stoppen, dat zweet dat naar beneden rent, als het ware. Kijk, de druppels staan er alweer op. En bij Montgomery zie je daar toch een stuk minder van. 83. Ziet er nog fris uit. Het zijn twee laadbloeiers, deze twee mannen O'Shea. Maar het is een televisiedebuut in 2002. Dat is relatief laat, op 41-jarige leeftijd. Hetzelfde geldt voor Montgomery. Die in 2006 voor het eerste gezicht liet zien. Die was toen al 45 zelfs. 147 voor Montgomery. Geen triple 20. Dus ziet het er goed uit voor O'Shea. En voor het publiek natuurlijk. Want we gaan waarschijnlijk richting een vijfde set. 81 voor O'Shea. Triple 19. Niet 12. Of gaat hij voor triple 10? Nee, 12 toch wel. Ja, dat moest ook wel voor dubbel 13. Ja, ja. Tony O'Shea finished 81. Wint de vierde set met 3-0. En dat betekent dat we een vijfde en beslissende set gaan spelen. One hundred.
Rosser en Kwan, 161. Beide mannen op 161. Montgomery heeft de triple 20. Net niet de triple 17. 97. En dan Touché voor dezelfde opdracht. Hij kan Montgomery natuurlijk ongelooflijk veel pijn doen als hij hem hier uitgooit. Maar de eerste zit daar ver boven. Hoe goed zet hij hem weg? Ongeveer gelijk aan Montgomery. Dus hebben ze ook eenzelfde soort finish staan. De Bos mag als eerste. 64. 16 gegooid. Nog een keer daar. Voor dubbel 16. Eén dart voor Montgomery. En één dart is niet genoeg voor Montgomery. Dan gaan we naar O'Shea toe. Wat doet hij met 62? Triple 10. Dan krijgt hij twee darts voor een dubbel. Hij krijgt daar twee voor dubbel 16. Eén is niet genoeg. Is twee wel genoeg? Oh. 46. Twee is niet genoeg voor O'Shea. Met drie darts in de hand, Montgomery. Dat moet dan toch genoeg zijn. Dat is een end weg. Dubbel 8. Oh ja, dat kon hij niet herstellen. Dat was toch echt de kans voor Montgomery. Ik denk dat O'Shea zo'n kans niet laat liggen. Met drie darts in de hand voor dubbel 8. En dat laat O'Shea ook niet liggen. Hij pakt de kans hem geboden door Montgomery. En komt 1-0 voor in de beslissende set. En hoe snel laat Montgomery dat achter zich? Dat hij die kansen gemist heeft. 140. O'Shea gaat goed in deze leg. 140. Nog een 140 erbij. Staat hij na 9 darts op 81. Montgomery kan daar niet zo heel veel aan doen. Kan hooguit achter O'Shea aangaan. Dat doet hij met verve. Dat heeft Montgomery heel veel pech. Die laatste dart stuit eruit. O'Shea op 81. Triple 19. Wat gaat hij doen? 12. En bullseye. Mist hij. Maar ja, Montgomery, door die bounce-out staat hij op 141. Dus dan mag O'Shea voorzichtig denken, of niet? Montgomery, triple 19. En dubbel 12 voor een 141 finish op een cruciaal moment. Oh, prachtig van Ross Montgomery. Die 141 uitgooit om in de set te blijven. Game on. 24 karaats finish van Ross Montgomery. Die laat zien waarom die de number one seed is. 125. En dat is een tik die bij O'Shea zal aankomen, zeg. Komt Montgomery in de eerste leg van deze set met drie darts niet een dubbel 16. Vinden. Gooit hij de leg daarna 141 uit. Cruciale momenten van deze partij. Kan met twee legs gebeurd zijn. Montgomery, natuurlijk door die 141 finish van de vorige leg, heeft een tik uitgedeeld aan O'Shea. En O'Shea heeft er duidelijk last van in deze leg. Weinig triples.
in ieder geval niet genoeg om op een goede finish te komen. 98. Helemaal niet op een finish te komen. Montgomery op 98. Dubbel 19. Eén pijl over. Ja, zo'n goede finish weer hoor van Ross Montgomery. Ja, er zit weinig tussen beide mannen. Maar het blijft de constantheid van Montgomery ten opzichte van het heen en weer een beetje van O'Shea. Die sommige legs heel goed gooit, andere legs toch weer wat laat liggen. Eén ding is duidelijk, O'Shea moet deze leg houden. Anders zit Ross Montgomery in de finale. Haalt hij zijn eerste finale ooit op televisie. Ross de Boss als eerste geplaatst. De eerste geplaatste speler die het op de Zuiderduin Masters altijd zo goed doen. We zijn 8 keer eerder in Egmond geweest. En van de 8 keer dat we hier waren in Egmond won 6 keer de number one seed. En deze Ross Montgomery zou dus de 7e kunnen worden. 100. In 9 jaar. Het is nog niet zover natuurlijk. Er moet een 2 legs verschil zijn in de laatste set. En O'Shea heeft de darts in deze leg. Hij moet naar de 19 om een finish over te laten. Of naar de 16 natuurlijk, dan laat hij 170 over. Montgomery. Oh, wat zou hij nu graag een maximum gooien. Maar het wordt geen 180, het wordt slechts 55. O'Shea met 6 darts voor 170. Goed wegzetten nu, dat is een must bijna. Maak het jezelf zo makkelijk mogelijk voor de volgende beurt. Dat doet hij niet. Slechts 58. Dan geeft hij Montgomery de kans. En Montgomery gaat de druk nu opvoeren. Die heeft 1 triple te pakken. Pakt hij nog een triple erbij? Hij pakt er nog een triple bij. En dan moet dit uit voor Tony O'Shea. 112. Triple 20. Is goed. 20 dubbel 16. Altijd 20 dubbel 16. 1 dart voor O'Shea. En hij legt hem aan de binnenkant van het ijzerdraad. En dus ligt het lot van Tony O'Shea in de handen van deze man, Ross Montgomery. Bullseye laat dubbel 16. Dubbel 16. 2 darts. Voor de als eerste geplaatste Ross Montgomery. 1 dart over voor dubbel 8. En hij gooit hem niet. Hij gooit hem niet. Hij miste al 6 matchdarts tegen Kellett voordat het raak was Montgomery. Dus afmaken is niet zijn specialiteit. O'Shea naar dubbel 8. Goeie marker. Nog 1 ernaast. Oeh, naar dubbel 4 toe. 1 pijl over. En hij mist hem. O'Shea mist met 3 darts in de hand. De dubbel. En dan gaan we Ross Montgomery terug aan de hockey zien. Dubbel 8. En de eerste finale in de carrière van Ross Montgomery. Ja, Ross de Boss Montgomery pakt de dubbel wel daar waar O'Shea hem liet liggen. Het begin van de wedstrijd was absoluut voor Tony O'Shea. Maar Ross Montgomery, hij is constant en hij bleef constant doorgooien. En uiteindelijk levert het hem de overwinning op.